Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en ik ben super blij en verheugd, want vandaag heb ik mijn eerste gast. Monique zit tegenover mij. Monique is moeder en ik dacht, ja, dit is een programma, dit gaat over families, dus wie moet ik als eerste uitnodigen? Als familielid is natuurlijk een moeder. En Monique is niet zomaar een moeder, want Monique is een moedige moeder. Hè? Monique, je zit in de organisatie Moedige Moeders. Ja, klopt. En ik ben daar ook wel eens geweest. Ik heb wel eens gesproken bij jullie. Ik ken het zelf ook. En voor mij mag het nog veel meer bekend worden wat het is en wat jullie allemaal doen. Kan je daar iets over vertellen? Wat doen de Moedige Moeders? Wat is het? Ja, nou, wij zijn een groep gestart in, dit is landelijk, Moedige Moeders. En door heel Nederland zijn de groepen verspreid. In 2018 zijn wij begonnen. Oké, dus dat is nog niet eens zo lang geleden. Nee. En ja, behoorlijk druk. Ja. Ja, en wat we daar doen, het is echt delen is helen. En vaak als er ingewikkelde casus zijn, dat het gewoon echt een beetje ons de pet te boven gaat, zeg maar. Ja. Ja, dan roepen we wel een counselor in en dan nemen mensen één op één apart. Ja. En wat we wel zien, is dat mensen gewoon steeds meer in hun eigen kracht komen. Ja. Mensen zijn zich compleet verloren, naasten. Ja. En dan bedoel je de naasten, dus dan heb je het over moeders, maar ook vaders. Opa's en oma's, kinderen van, partners, ja, alles. Dus eigenlijk het hele familiegebeuren. Ja. En nog even voor de duidelijk, om de mensen heen met die dus een verslaving hebben. Ja. He, want dat is de voornaamste ingang, toch? Ja. Mensen met een verslaving en mensen eromheen. Ja, klopt. Hey, en ik kan me herinneren, is het niet opgericht in Volendam een tijd geleden? Ja. Want dat was dan jaren geleden in het nieuws. Hè? Dat was ook nogal een drugsgebeuren en dat liep behoorlijk uit de hand in Volendam. Ja. En daar is het begonnen? Ja. Ja, het is daar wel begonnen, maar eigenlijk liep het overal uit de hand. Ja. Alleen deze moeders waren heel moedig. Dus in 2004 om samen één vuist te maken en zijn opgestaan. Ja, supergoed. Ja. En jij zit in een organisatie in Noord-Holland, hè? Beverwijk en Alkmaar. Ja. En, maar oké, okay, nou weet ik een beetje wat, maar wat doen jullie? Dus ik ben een moeder, zeg maar in dit geval een vader, van, hè, gelukkig is het in mijn geval niet zo, maar ik heb een kind dat verslaafd is en nou dan moet ik me aanmelden bij jullie? Hoe werkt dat? Nee, of, nee, dat hoeft niet. We deden het wel in de coronatijd, deden we het online. Ja. En daar deden we het wel van tevoren. Eerst aanmelden, het eerst even kennis maken van tevoren. Omdat we niet wisten wie er dan binnenkwam. Nee, logisch. Ja, en gewoon als we de groep gewoon nu weer live draaien. Ja. Dan kan je gewoon altijd naar binnen. Je kan gewoon naar binnen. Ja, het is heel laagdrempelig. Zijn de kosten die ook nog gratis? Ja. Ook nog. En wat gebeurt er op zo'n avond of middag of wanneer het ook is? Nou, het zijn avonden. Ja. En die de Alkmaar is twee keer in de maand en Beverwijk is twee keer in de maand. Nou, het zijn vaak emotionele avonden. Ja. Ja. En wat wordt daar gedaan? Wat wordt er? Je zegt delen is helen. En wat doen jullie daar? Ja, ja, wat we proberen is dat het zo min mogelijk over de verslaafde gaat. Ja. Want daar gaat vaak de aandacht naar uit. Ja. Dan hoef je niet bij je eigen gevoel stil te staan. Ja. En we proberen mensen wel weer terug te krijgen naar hunzelf. Ja. Ja, en dat ze dan van daaruit dan grenzen kunnen trekken. Eigenlijk gaan praten van hoe gaat het met jou en wat er gebeurt er bij jou allemaal. Ja, dat is natuurlijk ook een deel van mijn werk. Hè? Want ik weet zelf hoe het gaat in mijn werk. Als ik mensen heb, een familiecounseling, dan binnen twee minuten, ik stel een vraag aan ze binnen twee minuten, of als het niet binnen twee seconden, gaat het altijd weer over diegene. In plaats van hoe gaat het met mij en wat beleef ik. Dus dat doen jullie daar, hoe gaat het met hun? Ja. En nou ja, wordt het een beetje goed bezocht? Hoeveel mensen hebben jullie? Ja, nou, ik denk in Alkmaar zitten we een beetje een groep van 30. En er voegen altijd wel weer nieuwe bij. Ja. Sommigen zijn genoeg in eigen kracht, die nemen dan weer wat afstand. Ja. Dus echt focus op eigen leven. Ja. Ja, en in Beverwijk zijn we in juni gestart. Ja. Ja, en daar hebben we gelijk al behoorlijke toeloop. Ja. En dat, de situatie is daar wel heel schrijnend. Ja. Ja, wat merk je? Mensen zitten langer, voordat ze aan de bel trekken, voordat ze komen, zijn de problemen al heel heftig. Ja. Ja. Dus mensen wachten eigenlijk heel lang met hulp zoeken. Ja. Voor zichzelf, maar ook voor degene met de verslaving. Ook, allebei. Ja, allebei. Ze houden het echt achter de deur. Ja. Ja, ik heb laatst gelezen, is natuurlijk ook een schatting of een onderzoek, maar dat het ongeveer 10 jaar duurt voordat dus moeders of families van iemand met een verslaving of een partner, maakt niet uit, kinderen, hulp gaan zoeken. Echt aan de bel trekken. Nou, 10 jaar is natuurlijk een serieus lange tijd. Ja. En misschien is het korter, maar misschien is het ook wel soms langer. Ik weet ook wel mensen, dat duurt een hele leven ongeveer, of die zoeken nooit hulp. Ja, waarom denk je dat dat zo lang duurt? Hè? Want drugs zijn in het nieuws, het is niet,
Ja, het is niet heel onbekend. Maar waarom duurt het zo lang dat mensen aan de bel gaan trekken of hulp gaan zoeken? Nou, omdat vaak toch wel mensen het vaak zien, als ik spreek voor mezelf. Ja. Schaamte, gevoel van falen. Ja. Denken dat je het zelf al kan oplossen. Ja. Als ik maar genoeg liefde geef of als ik hem maar help. Ja. Ja, die kennen we. Ja, als ik hem maar blijf helpen. Ja. Ja, dan kunnen we het oplossen. Ja, dan kunnen we het zelf oplossen. Ja. Wat dus uiteindelijk niet werkt. Nee, helemaal niet. Nee. Supermooi, hè? En wat je eigenlijk ook wel zegt bij de moedige moeders, waar ik me heel erg aan dat denk, ik ben natuurlijk een keer bij jullie ook geweest, is eigenlijk ook het 12-stappenprogramma, de meetings, lotgenoten, wat de mensen met een verslaving zelf doen. He, dus anderen gaan bezoeken, delen, helen, 12 stappen. Jullie is het dan geen 12 stappen, maar wel bij elkaar zitten en over praten. Klopt. Want achter die voordeur gaat het niet worden opgelost. Nee, zeker niet. En met gevolg dat mensen natuurlijk heel geïsoleerd gaan leven. En echt op een eilandje gaan zitten. Ja. En wat ik ook vaak hoor in mijn werk, maar dat zal jij ook wel horen, is dat het begint natuurlijk nooit als iemand in een verslaving heeft. Of dat begint, dan is het niet vanaf de eerste week is het gelijk een drama en heel ernstig. Dus die grenzen. En dat proces, dat is een soort heel sluipend proces waarin steeds grenzen worden opgeschoven, dingetjes gaan gebeuren. En uiteindelijk kijk je achterom en denk je, wat puntje is er allemaal gebeurd? Ja, grenzeloos, noem je dat uiteindelijk. Ja, dat is wat het woord. Ja. Hey, en nou ben je natuurlijk niet voor de lol bij de moedige moeders gekomen. Nee. Omdat je dacht, nou ik ga eens even iets gezelligs ontspannends opzoeken. Nee. Dus ik zou ook graag van jou willen horen van, wat is er bij jou gebeurd? Hoe zit het bij jou? Hoe is jouw proces gegaan daarin? Ja, nou, mijn zoon is, tenminste, ik heb 3 kinderen. Ja. Ja, 2 zonen en een dochter. De oudste is 32, eentje van 29 en eentje van 22. Ja, okay. En dat mijn middelste zoon wat aan het experimenteren was, ik dacht. Hoe oud was hij toen? 13. 13, ja. Okay. Ja, met blowen. Ja. En toen ook wel wat gesprekken gehad. Ja. En weet je, dan krijg je van die gesprekken van, er zijn allemaal shops van, waarom is dat niet goed dan als het in de winkel te koop is? Ja, die gesprekken vinden dan plaats. Ja. Dus eigenlijk van, bemoei je er niet zo mee en iedereen doet het. En het is toch, is natuurlijk ook zo. Ik kan me het ook levendig voorstellen. Ik bedoel, die koffieshops zijn er gewoon. Het geeft natuurlijk al het beeld van, het is normaal, geen probleem. Ja. Dus zo ging het bij jullie ook. Ja, dus dat is, maar op een gegeven moment nam het behoorlijke vormen aan. Ja. En toen ben ik bij moedige moeders in. Wacht even, maar wat bedoel je met behoorlijke vormen? Wat gebeurde er nou? Nou, dat hij 16 was. Ja. Toen. Al 3 jaar verder. 3 jaar verder. Ja. Bloa en toen op een gegeven moment wel met cocaïne dat verhaal kwam naar voren. Ja. En want ik had een vriendje van hem die lag bewusteloos op straat. Mijn oudste zoon belde toen van, ligt een vriend van ons, dus ben ik in de auto gestapt, hem van de straat afgeschraapt. Een vriendje van jou zo? Ja, en naar het ziekenhuis gebracht. Ja. Hij was helemaal oud. Ja. En toen kreeg ik vraag van anaaltampons. Nou, ik had er echt werkelijk nog nooit van gehoord. Anaaltampons. Met alcohol. Nou, echt. Ik had echt zoiets van, wat ik gebeurt hier? Ik heb er wel eens van gehoord, maar dat is wel weer extreme vorm. Je kan het ook gewoon opdrinken. Ja. Ja, maar dit was gewoon een beetje. Ja. Maar uiteindelijk kwam er wel uit dat die vriend cocaïne had gebruikt, 16 jaar. Dus toen dacht ik van 1 plus 1 is 2. Dus toen dat ik weer thuis was, heb ik mijn zoon gevraagd van, gebruik je ook cocaïne? Ja. Waarop hij dat beaamde. Ja. En dat was maar 1 keer. Dat is maar 1 keer geweest. Zei die. Hey, maar je bent nu alweer 16, hij was 13. En merkte zeg maar in die jaren naartoe dat er iets veranderde in zijn gedrag of houding of thuis. We hebben trouwens, sorry mensen, er zit iemand hiernaast te boren, maar die laten we gewoon zijn gang gaan. Ja. Dat is een heel andere zaak. Maar hoe, hoe merkte je dat thuis? Wat veranderde er? Sowieso in gedrag, maar dat is dan weer lastig. Je zit ook in een puberfase wat is het nou? Wat is wat? Ja, en dat, als ik goed naar mijn gevoel had geluisterd toen, dan wist ik dat het niet oké was. Ja. Maar dat wil je ook niet weten als moeder. Ja, maar dat is het. Dat vaak, is het. Echt niet willen weten. Ja. Want op een gegeven moment had ik, ik deed de was, ik haalde zakken altijd leeg. En ik had dat nog nooit gezien waar dat allemaal in zat. Ja. En ik haalde allemaal van die kleine envelopjes uit zijn zak. En die legde ik gewoon rustig op de wasmachine. En van die witte envelopjes. Ja, dat is al cocaïne, waar ik nu over heb. Ja, klopt. Maar zeg maar dat proces ernaartoe, dat je ook zegt van ik wou het niet zien, puberteit, wat is wat, een beetje lastig. Maar merkte je wel, hoe ging zijn verdrag veranderen thuis? Meer afstand, meer verzet, minder bereikbaar. Ja.
Ja. Ja, dat zijn de typische kenmerken. Ja. Nou kan je, is het natuurlijk ook zo dat heel veel jongeren, hè, dat was, is dan normaal dat ze in de puberteit wat meer gaan afzetten tegen ouders. Meer oortjes in, capuchonnetje op, laat met rust. Ja. Dus het is ook moeilijk te herkennen. Ja. Hè, maar als je nou terugkijkt, denk je dan van, ja, maar ik zag toch eigenlijk al met de kennis die je er nu hebt, dat is natuurlijk altijd achteraf, maar dat je wel al tekenen zag van, het gaat niet goed of hij is iets aan het doen of gebruiken. Zag je het aan zijn ogen of ook dat blow of dat soort dingen? Ja, aan zijn ogen zag ik sowieso met dat blowen. Ja. En met cocaïne aan zijn houding uiteindelijk. Hè, want dan zie je meer dat rechtop staan. Een beetje overmoedige houding. Ja. Maar ook ging hij dan tegen jou in? Of dat... Ja, sowieso niet zo heel bereikbaar. Nee. En het is ook een periode geweest. Weet je, er gebeurde bij mij ook heel veel. Lag in scheiding. Dus ook, dingen ontgingen me ook. Ja. Maar jij hebt ook je eigen leven. Ja. En je eigen dingen, zoals iedereen. Ja. Ja. Maar dat was ik toen wel verloren, hè? Ja. 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 Wat bedoel je? Wat was je verloren? Ook wel mezelf, maar ook wel mijn eigen leven. Ja. Dat is echt, dat lever je wel in als je te veel daarin meegaat. Ja. Ik zeg, als je in die draaikolk stapt, dan... Je bedoelt in dat stuk verslaving. Ja, het gedrag. Ja, het is meer het gedrag eromheen door de verslaving wat zo problematisch maakt. Ja, maar dat je zegt, als je in die draaikolk stapt, maar weet je dan dat je op dat moment in een draaikolk... Nee. Precies. Dus dat is het ding, hè? Nee. Kijk, als je weet, hé, daar is een afgrond en een draaikolk, bedankt en tot ziens. Ja. Maar zo gaat het niet. Nee, sluipmoordenaar. Het sluipmoordenaar. Ja. Het gaat heel langzaam, kom je daarin terecht. Ja. En waar begon je dat... gaan we zo weer terug naar je zoon. Maar wat begon je het aan jezelf te merken? Van, nou, wat voor invloed had het op jou, zeg maar? Gewoon, hè, want de sfeer in huis, zijn gedrag, zijn gebruik. Wat ik merkte is dat ik steeds meer in mezelf ging zitten. Dat ik op een gegeven moment 's morgens trof ik hem aan. Ik had zo'n chillkamer. Ja. Nou, hij stond helemaal strak en ik moest naar mijn werk. Ja. En wat is een chillkamer? Ja, ik had een chillkamer toen met zo'n televisiekamer voor de jongens. Voordat ik naar mijn werk ging, trof ik hem zo aan. Ja. Ja, en dan ga je op slot. 'S Ochtends al? 'S Ochtends. Ja. Ja. Ja, ja. Dan ga je ook dus hij stond hier al helemaal strak. Ja. En zeg je, ga op slot? Ja, ik ging echt op slot. Echt, ik sloop me echt af voor alles. Ja. Weet je, ik hoor nu al een paar keer zeggen van... En dat is opvallend, dat je dus ziet wat met hem gebeurt, gebeurt eigenlijk op een andere manier ook met jou. Zeker. Hè? Je gaat je eigenlijk afzonderen, je gaat meer op slot uitspreken. Want hij zegt, hij was sowieso niet bereikbaar. Is hij een prater, zeg maar, of een open... In principe, als hij gewoon in zijn goede doen is, dan is het zeker een prater. Ja. Tenminste, nu niet meer. Ja. Maar daarvoor, dat het nog niet zo heel in het opdreef was, wel. Ja. Zeker, ik had hetzelfde gedrag. Ik ging ook manipuleren, ik ging ook liegen. Ja. Ik ging alle kanten... Ja, maar dat is wel heel interessant. Maar hoezo ging jij dan liegen en manipuleren? Ja, om te kijken of ik het andersom kon. Dat ik het wat kon veranderen. Invloed had op... Ja. Of je het beter kon maken. Dan gaan we nog even terug naar die wasmachine. Hè? Dus je zegt, ik doe natuurlijk de was. Dit is ook een verhaal dat ik vaak heb gehoord. En ouders vinden dan iets. Hè? Ja. Dus hij deed ook niet echt zijn best om te verstoppen. Nee, toen niet. Dus die envelopjes, hè, die witte, zo'n klein velletje. En wat dacht je toen je dat vond? Nee, niet. Ik had het gewoon uit de zak gehaald. Ik had het op de wasmachine. Ik wist niet wat het was. Ik haalde gewoon de zak alsof er andere kauwgom of wat anders in zat. Ja. Maar hij voelde zich betrapt. Ja. Ja, dat zal. Maar ja, dat is ook logisch, want hoe moet je iets herkennen? Kijk, je herkent het alleen maar als je het weet. Dat klinkt als kruif, maar. Ja. Hè, dus ja, je kan het niet weten. Dus jij denkt zo'n envelopje. Dus je dacht niet gelijk van. En toen je daar wel achter kwam, dat hij zei van. Ja, hij voelt zich betrapt, dus hij heeft dat toen wel gezegd, dat hij cocaïne gebruikte. Ja. En toen is er wel een gesprek plaatsgevonden. Ja. En toen wilde hij er wel wat mee doen, want hij vond het wel, het werd wel erger, zei hij. Ja. En toen naar zo'n officiële. Dus hij wilde zeggen van, oké, hij moet wel hulp, ik moet wel hulp. Wat voor soort gesprek was dat dan? Wat heb je tegen hem gezegd? Ja, wel van hoe vaak of hoe hij was daar toen op dat moment nog open over. Ja. Juist na het betrappen, zeg maar. Ja, maar dan hoor ik ook bij, hè, het is natuurlijk logisch, want zo gaat het, dat je dan eigenlijk niet weet waar je mee te maken hebt of zo. Hè? Ook eigenlijk, iedereen kent het, denk ik bijna iedereen kent het woord cocaïne wel, maar wat het doet en hoe het werkt en dat soort dingen. Ja. Dus hij gaf toe van, ik heb een probleem, ik moet de gewone hulpverlening in. Ja. Dus daar zijn we toen naartoe gegaan. Ja,
Hij heeft toen een afspraak gehad. Okay. En na één gesprek was hij al klaar. Want hij zat nog onder de recreatief gebruik. De dosis. Dus dat werd daar gezegd. Ja. En wat is dan recreatief gebruik volgens... Binnen een bepaalde aantal grammen per week. Ja. Ik kan geen verslaafde bedenken. Die zegt precies wat hij gebruikt. Dus dat, Dus dat klopt al niet. Nee. Maar dus volgens die hulpverleningsinstantie... binnen een bepaald aantal grammen per week. En hij blode erbij ook nog. Ja. En hij dronk ook of niet? Ja. Ook. Dat was allemaal recreatief en prima. Ja. Ja, hier word ik dus echt heel gek van. Hè, mensen, dat nog steeds zo is in Nederland. Ja, ik vind het onvoorstelbaar. Ja. En daarmee wil ik niet afschieten dat er... natuurlijk, dat heb ik al in eerdere aflevering gezegd... dat er mensen zijn... die nemen ze een pilletje, die nemen een drankje en weet ik veel, die gok of maakt ook niet uit. Maar je hebt het over een jongen van 16 die bloot. Was dat dagelijks? Of? Van wat ik wist? Ja. Ja. Nou, ik zag ook de helft niet. Hè? Je zag de helft niet, maar terugkijkend weet je dat... Ja. Nou, waarschijnlijk is dat dagelijks of meerdere kippen. En hoeveel gram cocaïne is dan... acceptabel of normaal volgens die... Ja, dat weet ik niet precies hoeveel. Maar ik kwam daarmee thuis. Maar dan stond ik alweer van... Oké, wat moet je dan als ouder aan? Maar ook gewoon het idee, hè. Ik bedoel, dat er... stel voor dat het... Nou, meerdere grammen zijn er in ieder geval 2. Want anders is er maar 1. Dan heb je 1 gram. Dus 2 of 3. Dat normaal is om dat per week te gebruiken. Ja, het gaat me echt niet in. Maar goed, oké, dat werd gezegd. Dus hij zei... Ja, mam, ik val onder de norm van... dus normaal, hè? Ja. Als je 16 bent, gewoon en drank en blowen en zoveel gram cocaïne per week. Nou, en toen, wat dacht je toen? Ja, dan ben je klaar als ouder. Ik wist het ook niet. Ja. Ja. Want dan is hij was weer buiten mijn bereik, zeg maar. Ja. En ik had zoiets van, oké. Ja. Ja, en toen uiteindelijk ben ik naar Moedige Moeders gegaan. Ja, maar wacht even. We gaan snel. Hey, dus hij komt daar. Ik begrijp dat ook, dat je zegt van... Ja, maar dat mag dan, hè? Dat is, dus zij zullen het wel weten, toch? Ja. Ja, zo, dat is ook logisch, hè? Ja. Dat je dat gewoon aanneemt. Dan weten we ook niet of je daar helemaal 100% de waarheid heeft verteld. Dat weten we ook niet. Nee. Maar goed, dus dan dacht je... En hoe ging dat thuis verder, zeg maar? Wat ja, hoe, want het is, ik zeg altijd, als het niet beter wordt, wordt het wel erger. Dus wat merkt je aan hem? Ja, het is natuurlijk super progressief. Nou, dat was het, dat het stiekem maar gedaan werd. Stiekem maar. Dus dan ging je, denk die envelopje ging het wel verstoppen. Ja. Ja, dat. Ja. Ja, dat. En had je dan aanvaring of botsing? Of was je meer van, nou, ik laat hem met rust? Ja, of? Meer dat ik hem met rust liet. Ja. En waarom eigenlijk? Want dacht je niet, wat de fuck, jongen? Ja, maar dat is het stukje van dat je weet als je de confrontatie... Ja. Dan weet je, bang voor het antwoord. Ja, wat zou je zeggen van... Nou, dan weet je dat het echt een probleem is. Ik had op een gegeven moment, was ik 5 dagen vrij. Ja. En toen dacht ik van, ik ga nu zoeken in huis. Ja. En toen vond ik inderdaad weegschaaltje. En ik vond van alles. Ja. Ja, daar wilde ik wel wat tijd voor nemen. Want ik voelde echt dat de grond onder mijn voeten vandaan. Ja, een weegschaaltje en apparatuur. Ja, en andere zakjes en dingetjes. Ja, ja, dus hij was ook aan het dealen. Ja, oké. Ja. Maar dat is ook normaal als je 16 bent? Nee, niet echt. Dus, en wat gebeurde? Toen ben ik met hem wel de confrontatie aangegaan. Ben ik eerst zelf die emoties laten zakken. Ja. Want dat is wat echt... Wat voelde je toen je dat achterkwam? Als moeder zijnde wilde ik dat echt niet. Nee, het is gewoon eigenlijk super pijnlijk. Ja, ja. Maar dat is het ook. Hè. Dus je wordt gewoon keihard geconfronteerd met een stuk realiteit. Ja. Was je boos? Was je verdrietig? Echt een mengeling van alles en nog wat. Ja. Ja, dat vraagt me altijd. En, wat gaat er dan door je heen? Hè? Eigenlijk voel je eigenlijk alles wegglippen. Gewoon, Ja, dus dat draaikolk effect. Drijfzand. Hè? Je zakt. Ja, het is gewoon een soort reality shock. Waar je natuurlijk dan in terecht komt van, maar dit is... En dacht je toen ook al van, nou, dit is niet recreatief meer of... Ja, dit is wel problematisch. Ja, problematisch. Ja. Dat is anders, ja. Ja. Ja, dus je ging dat gesprek aan en toen? Ja, toen uiteindelijk is hij anti-kraak gaan wonen. Oké, maar hoe ging dat gesprek? Dit was niet, ontkenning, erkenning. Ja, ontkenning, erkenning. En op een gegeven moment was het ook snel weer... Je kan niet echt een gesprek met elkaar dan, als het over drugs gaat. Ja. Want wat maar dat vind ik toch wel interessant. Wat gebeurt? Gaat hij dan nog meer van me af? Ja. Ja. Dus maar wordt er dan gezegd,
het valt wel mee of het is niet zo. Wat zei die? Hij was eigenlijk boos dat ik het weegschaaltje weggegooid had. Ja, dat krijg je ook. Ja, dat zou ik vroeger ook geweest zijn. Ja. Dat is natuurlijk de eerste reactie. Ja. Ja, dus hij was... hij wilde die confrontatie in ieder geval niet aangaan van... ja, mam, je hebt ook gelijk en maak er een zootje van. Gesprekken zijn er niet dan. Nee. En hoe voel je dan als hij er nog boos is dat je het weegschaaltje weggaat? Je verliest je kind, hè? Ja. Ja, maar dat is het, precies dat, hè? Ja, je verliest je kind. Je verliest hem, dus je wil toch proberen. Ja. En hij dacht dan ook van, ik moet maar niet te veel tegen hem zeggen... want dan jaag ik hem nog verder weg. Ja, continu dat je het gevoel hebt dat je op eieren loopt. Ja, de energie die in huis hangt. Dit is het verhaal van de ouders, hè? Of de partners. En ook wel kinderen. Ik sprak vorige week een man die had een alcoholistische vader. Of een moeder, sorry. Hij was dus kind, maar het is precies hetzelfde. Ja, maar kind van ouders vind ik nog heftiger, maar die hebben ook de loyaliteit nog. Voor ons, voor moeder en moeder, is een hele moeilijke doelgroep. Ja, loyaliteit naar een ouders. Ja. Daar moeten we een andere keer mee over hebben. Ja. Maar wat jij zegt, dat op eieren lopen, kijken wat je wel en niet kan zeggen. Maar niet te veel confrontatie aangaan, want dan gaat het helemaal, raak je ze nog verder kwijt. Ja. En wat ik als zelf merk, gewoon steeds meer op slot slaan. Dus ook eigenlijk ook, je gaat steeds verder van elkaar weg, hè? Ja. En toen zeg je van, toen ben ik naar moeder gemoed, toen ben je hulp gaan zoeken. Gewoon koekeld. Want waar moet je heen? Je kunt nergens als naaste, daar is echt werkelijk is niks. Dat is wel wat, maar het is super weinig. Ja, of als je kind in behandeling is, dan is er wel een naastenprogramma. Ja. Maar niet zo. Ja, maar ook dat, hè, met alle goede bedoelingen van Dien en... ik heb zelf ook in een kliniek gezeten en daar kwam mijn moeder op zondag koffie drinken. Er is één gesprek geweest. En ook met Margrethe, mijn vrouw. Er waren ook 2 of 3 gesprekken. Sommigen hebben er ook meer. Maar ja, dat is ook, daar ben je nog niet out of the woods, zullen we zeggen. Dat is niet voldoende. Je hebt echt wel ook eigenlijk zelf een traject nodig. Ja, zeker. Ja, dus een vergelijkbaar traject. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ja. Ja, dus je bent moedig moeders gegaan. En hoe was dat de eerste keer? De eerste keer, dat vond ik heel overweldigend. En dat zie ik nu ook bij mensen die bij ons komen. En Tini zei toen ook van moedige moeders daar, je zoon is echt verslaafd. Okay, de eerste keer dat je daar kwam, kreeg je een pas. En hoe komt dat dan binnen? Ja, die komt binnen, want je weet het wel. Ja, maar je wil het niet. Maar je wil het niet weten en vooral niet dat een ander het zegt. Dan denk je van woeps. Ja. Ja, dus dat... En voel je dan... schaam je dan? Of daar Volendam niet, want je zit allemaal met gelijkgestemden. Ja. Maar schaamte, het is meer verdriet. Ja. Ja. En niet weten wat je ermee moet. Het klinkt een beetje zo van... Wanhopig. Ja, wanhopig. Het klinkt een beetje zo ook... Het is misschien een gekke vergelijking, maar... Kijk, ik heb zelf dat moment nooit gehad. Ik wist natuurlijk wel dat ik gebruikte en zo. Mijn moeder wist het ook wel, maar die ontkenning was bij ons thuis ook. Maar zo'n moment dat iemand tegen je zegt van... je kind is gewoon verslaafd en je weet het. Ja. Het is ook een beetje alsof je naar een dokter gaat... die een of andere diagnose uitspreekt, weet je. Die gewoon zwaar in de weegschaal ligt. Ja. Dus ja, en toen zo'n eerste meeting heb je daar nog gehad. En daar heb ik ook gelijk drugstesten bij haar gehaald. Ja. En dat is mijn redding voor mijn dochter geweest. Okay. Want die was toen ook nog heel jong. Of tenminste, die was ietsje verder. Die was toen 13, ook 14. Die was ook met ecstasy aan het experimenteren. Ja. En ik ben toen na een paar meetings mee thuisgekomen. Ik zeg, ik heb drugstesten gehaald. Ja. En ik zeg nog niet wanneer ik ga testen. Nou, de middelste was natuurlijk in verzet. En mijn dochter was heel geschrokken. Ja. En die had zoiets, ik ga niet meer gebruiken. En dat heeft haar weerhouden om door te gaan. Want om... Want ze dacht, anders komt mama met zo'n test thuis. En dat wilde ze... Waarom is ze daarmee gestopt? Want zij zei, ook met ecstasy was... Ja. Ze had toen een vriendje met ecstasy en alles. Was ze aan het experimenteren. Ja. Ook meer dan goed was. Ja, dat wist ik niet. Okay, en dat is voor haar een... dus dat heeft haar geholpen. Ja. Om niet verder te gaan. Ja, nou ja. Dat kan natuurlijk helpen. Maar zij valt waarschijnlijk ook in een andere categorie. Want een drugstest heeft mij nog nooit gestopt met gebruik. Maar zij, misschien is het ook wel zo. Ik vul het nu een klein beetje in. Dat ze toen ook wel dacht van, hey, shit, het is wel serieus of zo. Ja. Maar is ook eens, heb je daarmee ook een grens aangegeven van... Uiteindelijk heb ik helemaal niet getest, maar zij is wel gestopt. Okay. En de middelste die wilde niet testen. Die was al eigenlijk te ver heen. Ja. En heb je het over de zoon waar we het nu over hebben? Ja. Ja, nee, natuurlijk wil je niet testen. Ja. Ja, ja.
Ja, oké. Okay. Dus nou, je testte mee naar huis en zo'n eerste meeting gehad. Dan had je, hoe is dat dan als je met mensen zit? Hè, want ik kan me ook voorstellen dat ouders zich schamen of mensen zich schamen. Dat je daar zit en denk je, nou, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar had je die erkenning of vond je het fijn? Nou, of? Het gekke is, als je vanuit eigen ervaring dat ik daar binnen ging bij moedige moeders. Ja. Toen was er geen gevoel van schaamte. Oké. Okay. Ja. Maar wel weer als je thuis komt, je komt bij zo'n meeting vandaan, dan merk je wel weer hoe alleen het is. Het is een heel eenzaam proces. Ja, eenzaam. Ja. Ja. Daarom is het juist goed dat er zo'n organisatie is en dat je daar met elkaar over praat. Hè? Ja, met weinig woorden begrijpt iedereen elkaar. Ja, ja. Ja. Nou, en toen heb je, wat heb je, nou ja, dan is het dan, hij zegt hij ging anti-kraak wonen, was op een stapje terug. Ja, ja, toen is hij eigenlijk het huis uitgegaan. Ja, ja, ook omdat het natuurlijk wel wat onrustig. En met vader van mijn dochter, dat boten daar. Nou, er was gewoon veel ruzie thuis. Hij dat krijg je natuurlijk ook ruzie in confrontatie. Echt heel veel. En heeft hij zelf gezegd van, ik ga eruit? Of heb jij gezegd van, nou jongen, dit gaat zo niet werken? Ja, dat was mooier geweest. Want als ik nu wist wat ik toen wist, dan had ik dat. Maar hij wilde zelf ook wel eruit. Ja. Dus dat heb ik hem ook in geholpen. Ja, ja. Maar hij wilde eruit omdat hij dan waarschijnlijk lekker zijn ding kon doen, toch? Ja, ja, zeker. Dat is even mijn, zo gaat dat, hè? Ja. Ja, goed, als je wist wat je toen had moeten doen. Ja, dat, ja, maar het is wel mooi dat je dat nu wel mee kan geven. Want we krijgen natuurlijk ook nu ouders met jongere kinderen. Ja, 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 en dat, dus hij is toen weggegaan en toen had je dan nog contact met hem? Of, ja, af en toe kwam ik dan wel bij hem langs. Ja, ja. Hoe was dat? Nou, niet fijn. Nee, want? Nou, het vervuilde heel snel. Ja. Overal lagen van die vloedjes en spullen. Ja. En hoe voelt dat dan? Jij komt als moeder daar binnen, jouw zoon zit dan. Het is niet zeg maar spik en span. Hè? Schoon, vervuiling, overal drugs. Er komt een soort drugshol. Ja, ja. Ja, dat was nog niet het ergste tot het einde hoor. Okay, maar dit was wel. Hoe was dat dan? Als je dat toch? Hoe voelde je? Wat voelde je erbij? Ook afgesloten. Ja, klap je dan dicht? Ja, ik klap dicht. Ja. Ja, ja. Ja, net of je het dan. Ik zeg al, je laat toe wat je aan kan. Ja. Ja. Dat zeg je mooi. Ja. Ja. Dus je stopt het eigenlijk ook een soort van weg. Of dat je ook niet weet, van dat klinkt ook een beetje, je weet eigenlijk niet, wat moet ik er nou mee? Ja, hoe kan ik ermee omgaan? Ja. 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 Nou ja, begrijp ik. En toen? Uiteindelijk is hij toen wel weer even terug geweest. Ja, bij jou. Ja. Ja. En ook omdat die antikraak natuurlijk opgezegd werd. Ja. Ja, en toen werden de problemen gewoon groot. Toen kwam die weer thuis, ja. En, wat zijn grote problemen? Grote problemen. Hij is toen, zoekt ons. Hij merkt gewoon dat verslaving echt een enorme progressieve ziekte is. Yeah. Ja, hij is toen in aanraking gekomen met een oudere vrouw. En zo belandde hij in de onderwereld. Ja, criminaliteit. Ja, ja. En dat was gewoon heel naar. Ja, want je kan natuurlijk vertellen wat je wil vertellen. Ja, Hoe had jij daar last van? Want hij is dan thuis en hij. Ja, hij is op een gegeven moment, een korte periode toen weer thuis geweest. Ja. Hij is bij haar ingetrokken. Hij is daarvoor eerst nog bij een vriend geweest. Ja. En toen begon het, hij was hele harde werker was het altijd. En dat werd steeds minder. Ja. En vanuit die vriend is hij op een gegeven moment is hij even thuis geweest. Daarna is hij bij een oudere vrouw geweest. Ja. Toen was hij 21, 22. Daar is hij ook ingetrokken. En die zat in zo'n crimineel circuit. Ja. Ze zijn naar Engeland gegaan. Daar zijn ze opgepakt. Hm. En dat is gewoon. Dat was voor Dave een doel. Was of daar vastzitten of aan zijn herstel werken. Een doel om vast te zitten of aan je. Of aan zijn herstel. Het is een heel lang proces geweest. Maar wat het voor ons is. Wij zijn heel erg bedreigd. Ja. Doodsbedreigingen, omdat ze bang waren dat Dave te veel zou zeggen. En zij wilden hem ook graag terug. Zo, dus dat is als je het over een draaikolk hebt. Dan zit je. Ja, dus ja, dan kom je daar wel. En wat gebeurde met jou in die tijd? Hoe ging het met jou? Ik was met mijn dochter samen en het is gewoon afschuwelijk geweest. Ja. Ja. Dat is wel echt heftig. Hè? Ja, en ook een wereld, gewoon echt een hele slechte film. Ja. Een wereld wat zo niet bekend is, gewoon. Echt, het gaat gewoon je pet boven. Ja, dat is dus wat er altijd gebeurt. En dus dat je wordt meegetrokken in die draaikolk. Ja. De negatieve spiraal, hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja. En steeds verder erin. Ja.
Maar en wat voor effect had het op jou? Kon je nog functioneren, werken, slapen? Nee. Het is gewoon alert. En ja. Mijn dochter dreigde toen, die was toen ook onder psychische behandeling. Ja. Die dreigde uit huis geplaatst te worden omdat de situatie thuis dreigend was. Ja. Nee, het was gewoon heel heftig. Ja, nou, heftig, dat klinkt als inderdaad een hele slechte film. Ja. Je komt langzaam, ga je steeds een zakje verder af, hè? Ja. En je verliest jezelf steeds meer. En uiteindelijk heb ik hem toen wel, want hij is toen voor opname gegaan. Ja. In en Den hoe Haag. Merkte je nog even terug, hoe verliest jij jezelf weer? Waar merk je dat aan bij jezelf? Ja, je verdooft. Ja. Van binnen verdoof je gewoon helemaal. Dus je gevoel gaat een soort van uit. Ja, echt in die overlevingsstand. Ja, echt op je adrenaline. Dus ook jouw mechanisme om ermee om te gaan. Want je moet dan doorgaan. Je hebt natuurlijk ook nog andere kinderen. Ja. Maar je eigen gevoel wordt een soort van uitgeschakeld. Ja. Heftig gewoon. Ja, en ik stelde hem veilig, want hij ging dan voor opname. En ik ging die klappen eigenlijk voor hem opvangen. Ja. En hij ging voor een opname uit... Dat is een proces geweest. Ja. Hij moest, als je in Engeland wordt opgepakt, dan moet je om de paar maanden moet je dan naar Engeland. Ja. Daar was ook borgvrij. Ja. En na een jaar toen was het proces, nou, het leek wel het Holleder-plosse proces met jury. En, wow. Ja, hij is, weet je, dus echt, van dat blootje, dit is ook weer een extreem verhaal, bloot, maar dit soort verhalen... hoor ik elke week in allerlei versies. En je begint gewoon een blootje en uiteindelijk zit je in een soort Engeland in een rechtszaal met jury's en toestanden die je bedreigt. En, nou ja. Ja, echt toestanden. En toen voor opname, toen zie je ook een 9 maanden clean geweest. Ja, okay. Maar ja, na opname en bij terugval, die wordt steeds heftiger. Ja. Want was hij echt gemotiveerd om ervoor te gaan? Of was het een soort verplicht van... je zit nu, Hij was heel bang om dat dus, druk van buitenaf. Hij was bang in Engeland vast te zitten. Ja. En Engeland is natuurlijk wel heel erg met veroordelingen of wat dan ook... Ja. Dat je wel in herstel gaat. Ja. Ze hebben daar natuurlijk een heel ander rechtssysteem. Ja. Dus hij was hier op de voorrand... Dus hij moest een soort van in herstel komen van zijn verslaving. Ja, en daardoor kon hij zich wat beter... neerzetten. Ja, 9 maanden clean geweest. Hè. Ik weet ook, ik vraag me altijd af, hoe werkt dat? Hè? Als je wordt gedwongen om in herstel te gaan. Ja, nou, van, dit. Nou ja, soms kan het ook wel helpen, want ze hebben wel grenzen nodig. Maar ja, vanaf justitie is dat natuurlijk wat anders dan vanuit thuis. Ja. Maar goed, hij viel toch terug. Ja. Ja. En dat wordt dan erger. Ja, ja, het wordt altijd erger. Ja. En toen woonde hij weer bij jou? Of, Nee, toen woonde hij in Den Haag. Ja. Hij had eerst nog naar die opname ook een poosje in Safehouse gewoond. Daarna had hij even samen gewoond, een soort van samen. Ja. En het eigen bedrijf gestart, leek allemaal hartstikke goed te gaan. Veel geld tot zijn beschikking. Ja. En dan gaat het fout. Ja, dan kan het fout gaan. Ja. En toen kreeg jij weer hoop na die 9 maanden. Het blijft als moeder zijn altijd wel een beetje een vorm van alert. Ja. En je voelt ook wel een beetje de onrust. Tuurlijk, je hoopt het. Het zou natuurlijk heel fijn zijn. Ja, en je merkt met die 6 weken opname en wat nazorg is ook niet. Want het zit ook nog een stukje gedrag. Ja. En die, maar het ging eigenlijk goed met hem. Iets te goed, zeg maar. Waardoor hij dacht van, kan wel weer. Ja. Ja. Een terugval. En toen? En toen ging het heel goed fout. Ja? Ja. Tot psychoses aan toe. Ja. En dat is echt ook wel... Van cocaïne en of andere middelen. Speed, cocaïne, alles. Ja. Ja. Wauw. Ja. En dat dan denk je van gek kan niet. Ja. Ja. En het ook het nadeel van moeder zijn, want dan is het probeert wat los te laten, meer bij een ander. Ja. Maar ook al was hij op afstand, je voelt op afstand als moeder zijnde dat het niet goed gaat. Ja, dat ken ik. Oh, dit ken ik zo goed van mijn eigen moeder. Mijn moeder wist precies die bel op die momenten. Oh, dat je dacht, bel niet nu. Want ik wil dat nu niet, maar dat was dus precies juist wel het goede moment. Ja. En dat is heel naar. Verschrikkelijk is dat, hè? Als moeder zijnde, dat je dat zo voelt ook. Je kan het, hè, wij leren natuurlijk. En je moet grenzen stellen, je moet het loslaten. Bij die andere, is allemaal makkelijk gezegd. Ja. Je gevoel gaat niet uit. Nee, je voelt het op afstand. Het is heel raar. Ja. En het was bij Dave toen ook op dat dieptepunt. Ja. Dat voelde dat het niet goed ging. En wat doet dat dan met jou? Dus dan, waar was je bang voor? De dood. Ja. En eigenlijk was ik hem al kwijt. Ja. Maar ook de dood. Ja. En ook wat ik het meest erg vond, dat hij... stel dat hij gewoon dood gaat in een heel lang alleen zou... Alleen sterven vind ik nooit zo... Nee. Ja, maar het is toch verschrikkelijk. Je zegt het nog, hè. Van, maar ja, je bent gewoon bang dat hij dood gaat. Dat hij, wat dan ook, wat voor manier dan ook. Ja. Dat je hem echt kwijtraakt. Ja. En dan is er zeker niets meer aan te doen. Nee. Nee.
Dus, dus ja, een psychose, heeft hij zelf niet op een gegeven moment zoiets van... nou, ik moet nu echt, echt iets anders gaan doen... of ik moet nu echt aan de bak of een andere behandeling? Ja, toen heeft hij gekozen voor de stam. Ja. En hij is nog bij Solutions gezeten. Ja. En ja, dat vond hij te moeilijk. Ja. Ja. Ja, waarom? Ja, nee, ook, ja, daar ook die 12 stappen. Ik begreep het, dat begreep ik dus wel, want ik kreeg dat werkboek. Nou, die vragen, ik denk ik van, ja, die waren daar wel heel... wel pittig. Pittig, ja, maar dat... ja, dat ken ik natuurlijk wel. Ja. Dat is ook wel typisch. Kijk, verslaving is natuurlijk, dat zit ook al te zeggen... je hebt die alcohol, de drugs of het game of wat het er ook is... maar dat is niet het echte probleem. Dat is de oplossing voor het probleem. Het probleem is dat er zit van binnen niet goed. En je wil niet naar jezelf kijken, je wil niet naar die moeilijke gevoelens toe. En dat soort vragen gaan daar naartoe. Daar hebben we geen zin in. Ja. Dat heb ik ook geprobeerd zo lang mogelijk uit te stellen. Hij was bij Solutions en dan moest hij echt aan de bak gaan. En dan vond hij toch te moeilijk. Ja. Ja, en is hij daar weggegaan of heeft hij het half... Nee, hij heeft het wel afgemaakt. Ja. Maar na een week was hij alweer alweer teruggevallen. Is hij teruggevallen. Ja. Ja. En woonde hij toen nog bij jou? Nee, toen zat hij nog steeds gelukkig in Den Haag. Ja, oké. Okay. Ja. 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 En toen? Nou, toen ging het nog na iedere opname. Ja, dan wordt het natuurlijk alleen maar beroerder bij terugvallen. Nou ja, en je verliest de hoop. Hè. Dat ken ik zelf ook. Ik bedoel, als het een aantal keren niet lukt. Want, oké, ik begrijp dat proces heel erg van... ik wil het wel doen, maar ik wil het niet helemaal doen. Ik wil mezelf naar die ergste, pijnlijkste plekken toe. Mezelf, dat wil je altijd vermijden. Dat is precies eigenlijk wat verslaving is. Ja. Hè, of tenminste, dat is de dekmantel ervoor. Maar goed... dus dat begrijp ik wel. Maar ja, dan val je terug en dan wordt het weer erger. En je verliest ook echt dan de hoop in jezelf, in hulpverlening. Ja. En de verslaving blijft groeien. En ben jij in die tijd, hoe ben jij nou zelf overeind gebleven? Ben je naar die moedige moeders blijven gaan? Heb je voor jezelf gezorgd of niet? Nee, ja, nou, we zijn op een gegeven moment zelf moedige moeders opgestart. Ja, oké, okay, dat is nog ervoor. Ja, oké, okay, ja. 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 Met jij, want met jou zeg je, ja, het ging eigenlijk ook niet lekker, ik liep vast. En... ja, nou, iedereen heeft zijn rock bottom nodig, hè? De verslaafde, maar de naaste ook. En die heb ik ook wel gehad. Ja, hoe zag dat eruit? Als echt een zwaar burn-out. Ja? Ja. Gewoon helemaal er doorheen. Ja. Ja. Leeg, verdrietig, op. Ja, uitvalsverschijnselen tot alles aan toe. Ja, fysiek? Ja. En dan moet het anders. Ja. En er was dat moment ook dat je echt wist, of heeft iemand tegen die gezegd van, dit kan echt niet meer, Monique, je moet nu echt heel radicaal, of heb je zelf, zeg maar, in de spiegel gekeken, je dacht, oké, maar nu ga ik het anders doen. Wat was dat moment? Ik had wel mijn broer die heel veel naast me stond en die zei dat ook wel, maar je moet het nog wel kunnen, je moet hem wel doorvoelen. Ja, zeker. Ja. En dat, De noodzaak ervan moet je inzien, van dat het echt anders moet. Ja. En dan ook, die klap geven, die beslissing nemen. Ja. En toen... maar je moet hem wel voelen. Ik zeg, het is wel een heel grillig rouwproces waar je doorheen gaat. Ja. Want waar rouw je dan om als je zegt een rouwproces? Het verlies van je kind. Het verlies van... ik had het als ouder zijnde of als moeder zijnde zo niet bedacht voor mijn kinderen. Nee, dat begrijp ik. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk ook wel... want ik hoor al dat je hem al jaren kwijt bent, hè? Ja. Gevangenis gebruiken, dingen. Het begon met dat weegschaaltje. En het begon eigenlijk al met het blowen. Toen van de 13e gaat hij, dan nemen ze die afslag. Ja. Maar is dat dan het proces van dat je zegt, die rock bottom, dat ik dat ook realiseer of zo? Dat ik hem moet laten gaan of zo? Bedoel je dat? Ja, de meer acceptatie. Ja. Als moeder zijnde, het gevecht tegen, weet je, echt in die... het willen oplossen, het willen redden. En dat is eigenlijk, zie je tegen de acceptatie. Ja. Zat ik aan te werken. Ja, en acceptatie van? Dat mijn kind verslaafd is en het zelf moet doen. En dat je jij het niet kan oplossen. Nee. Ja, dat is dan kom je dus bij je eigen pijn en verdriet en shit terecht. Ja. Dat is heftig. Ja. En blijft nog steeds groeien daarin. Hè? Want dat is natuurlijk wel een hele... want dat leert hij me wel. Ja, wat leert hij jou? Dat ik meer... Ik ben best wel iemand die heel erg vanuit een ander denkt. Ja. En ik door... daar zijn er meer van. Ja. En door hem leer ik meer vanuit mezelf. Ik word gedwongen meer vanuit mezelf en mijn eigen... door zijn proces? Hij zal niet, of zegt hij het echt letterlijk tegen je? Nee, maar door dat... zijn proces. Ja, door zijn proces. Ja, en dus, hoe gaat het met jou? En wat heb jij nodig? En hoe kan jij de dag doorkomen? Toch? Bedoel je dat soort dingen? Ja, ook. En dat ik meer vanuit mezelf denk. Ja. Mijn eigen behoeftes. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, wat heb jij nodig? Hoe is het voor jou? Ja, klopt. Ja. Nou ja, goed. Je vertelt een heel stuk geschiedenis. En
De laatste keer, ik heb toen gesproken bij de Moedige Moeders, superleuk. Maar het is alweer, ik ben heel slecht die tijd, 1 jaar, 2 jaar geleden, 3 jaar, ik weet niet. Ja, voor de coronatijd. Dat is al 3 jaar geleden, kan je nagaan. En toen ging het volgens mij, want je hebt dan een hele geschiedenis, hij is teruggevallen weer. En toen ook in de zware psychose heeft hij gezeten. Zo trof ik hem toen, de opname stam, was hij na 2 weken was hij weer weggelopen. Toen in die 2 weken tijd is hij mega hard achteruit gegaan. Hè, dat hij weer weggelopen was in het huisje. Ja. Ja, en toen trof ik hem daar zo... Nou, ik zeg... En waar zat hij dan? In een soort begeleid? Is dat begeleid Nee. Toen had zijn huisje nog, die huur was opgezegd. Ja. En toen dacht hij van, nou, ik kan nog in die overbrugging. Ja. Kan ik daar nog wel even zitten? Ja. Nou, toen trof ik hem daar aan. Het monster was gewoon... Hij was compleet bezeten. Ja. Dat vond ik nog het ergste om te zien. Ik zag alleen maar de drugs. Ja. Hij was echt helemaal weg. Hij was heel ver verzonken in zichzelf. Ja. Heftig is dat. Hoor. Ja, dat was echt heel... En dat is, vind ik eigenlijk wel mooi. Het is niet mooi, maar tussen aanhalingstekens. Maar het is precies zoals jij het beschrijft, vind ik wel mooi. Hij was een soort van bezeten. Dat klinkt een beetje gek, maar... Ja, je raakt jezelf... Ja, hij is er niet meer. Hij is alleen maar over in zijn verslavingen. En verslaving is een monster. Daar heb je... Je praat tegen de verslaving, je ziet de verslaving. Ja. Die hele energie is één geworden met dat stuk drugs en ellende en duisternis. En dat is dan heel zichtbaar. En dat is heel gewoon... Ja. Heel, dat was gewoon heel naar om te zien. Hoe is dat om te zien als jij je kind zo ziet? Afschuwelijk. Ja. Afschuwelijk. Ik mocht niet hard praten, want hij werd afgeluisterd. Mijn telefoon moest uit. Dat schichtige. Echt verschrikkelijk. Ja. Ja. En dan hoe hij in het kamertje zat. Had geen koelkast. Er stond verder helemaal niks meer. Nee, 2 weken heeft hij in de badkamer met een breekijzer gezeten. Jeetje. Ik was wel net op tijd, want hij had wel de afscheidsbrieven. Dat had hij wel gedaan, want hij wilde die nacht eigenlijk voor de trein. Is het heftig, Monique. En toen is hij naar de stam gegaan. Ja, ik weet niet wat de stam is. De stam is in Den Haag. Ja. En dat is een soort zelfregulerende groep. Met een kleine woonvorm. Met allemaal verslaafden in herstel. Ja. En die zeggen het is 70% gedrag. Dus ze pakken... Als je liegt, hebt de een voor de ander het allemaal heel snel door. Ja. Strak regime hangt daar. Ja. Het is een traject van 2 jaar. Ja, En dat wordt goed. Ja, het is een heel goed programma. En, maar jeetje, wat je zegt, joh, dat hij daar zo zit. En ik ken dat ook, hè. Dat is vooral cocaïne en speed en al dat soort opmiddelen. Je wordt echt compleet gek van. En ik zeg wel eens tegen mensen, dat is geen reclame. Maar zelfs bij heroïne krijg je dat niet. Hè. Dan word je gewoon heel moe van. Op een gegeven moment in slaap, net als met alcohol. Ja. Maar van die cocaïne, en dat is het woord... He, ik heb nog in de vorige aflevering gezegd, er is wat er een onderschept is 14 keer meer cocaïne dan elke keer wordt dat per jaar opgeschoven. Hoeveel en het wordt met letterlijk scheepsladingen in Nederland binnengebracht. Ja. Maar mensen, en ze hebben het niet door, maar je wordt daar helemaal gek van. Ja. Zeker mensen die veel gebruiken, dat paranoia wat jij zegt, in een badkamer zitten 2 weken. Nou ja, goed, dat is helemaal waanzinnig. Want ze had een dag zijn met een breekijzer, complete angst. He, ik weet ook nog, je ziet gewoon dingen die er niet zijn. Ik zag ook politie en ze komen binnenvallen en toestanden. Ja, het is verschrikkelijk. Maar om dat te zien, dat jouw kind daarin zit, dat is... Is afschuwelijk. Ja. En ik ging wel met hem mee in die belevingswereld. Dus je hebt je beetje gaan aanpassen voor je telefoon uitzetten. Ja, zeker. Wat moet je anders doen? Ik kon niet anders reageren. Weet je, het is ook als iemand in zo'n toestand zit. Ik zeg, doe even normaal, joh. Ja. En verder uit, want dat gaat er niet worden. Nee. En ik begrijp het ook. Hè. We kunnen natuurlijk allemaal makkelijk zeggen, maar zo moet je moet dit of dat doen. Maar als je in zo'n verhaal zit, je glijdt ook steeds, dat is ook wat je beschrijft, je glijdt zelf. Eigenlijk lopen jullie, dit is zijn rails en dat is jouw rails en dat gaat zo langs elkaar heen. Ja, klopt. Ja, het klopt echt helemaal. Maar dit is wat ik altijd hoor en zie. Ja. Hij ging naar die organisatie waar je dan zit, 2 jaar herstel. En hij is daar niet 2 jaar geweest. Hij is daar 9 maanden weglopen. Toen heb je hem ook ontmoet met die lezingen wat je gegeven had. Hij is 9 maanden weggelopen? Nou, hij heeft 9 maanden heeft hij dat traject gedaan. Ja. En toen is hij toch weggegaan. Ja. En dacht, ik kan het wel op eigen kracht. En het gaat eigenlijk ging hem niet hard genoeg. Wat ging niet hard genoeg? Hij wilde graag weer op zichzelf wonen, werken. Ja. Goed. Ja. En hoe is dat? Toen heb ik hem inderdaad een keer gezien bij die lezing. Ja. Ja. Dat is een paar jaar geleden. Ja. En verder? Ja, dat is wel heel bijzonder. Want
hij was heel... En nog wel. Ja. De stam heeft hem wel goed gedaan. Ja. Ook qua gedrag. Ja, en heeft de dingen opgepakt. Ja. Ja, ja, dat heeft hem wel zeker geholpen. Toen heb ik hem wel geholpen met een huisje in Wijkenzee. Toen heb je 2 maanden gezeten. Ja. En nog geen terugval. En toen, maar hij kon de huur niet meer betalen. Nog geen terugval, dat klinkt niet goed. Nee, ja, nee, nee. En toen heb ik hem in huis genomen. Ja. Van ja, je gaat goed. En ik heb altijd gezegd van als je in herstel bent, loop ik naast je. En... Natuurlijk, dat begrijp ik ook. Ja, zo moet het ook zo eigenlijk zijn. Hè? Ja. 1,5 jaar, 7 maanden. Ja. En dat werkt niet goed. En waar merk je dan bij hem weer aan? Hè? Want dat een heel stuk gedrag is, zeg maar een klein stuk middelen, ben ik het helemaal eens. Maar waar merk je aan weer dat het dan weer terug gaat? Het isoleren, ging we isoleren. Ja. Niet uitspreken, gevoelens delen. Ja, ja. Dat is... ook weer wat achterdochtiger. Ja, 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 ja. En ook, weet je, als moeder zijnde, als ik, sowieso denk ik met een kind, als ik zeg van A, dan doet een kind B. Ja. Hij zit een, het gaat altijd tegen draads. Of een ander wat zegt, of ik zou wat zeggen, dan... Dat is ook lastiger. Ja. Goed. Ja. Dus ik merk wel dat ik, als ouder zijn heb je gewoon helemaal geen invloed en eigenlijk alleen maar het negatief, als het te dichtbij is. Nou ja, het is moeilijk. En ik zie, jij bent een hartstikke lieve, superlieve betrokken moeder die alles ongeveer gedaan hebt. Ja. Maar ik weet niet, hoe ben jij met grenzen stellen en heel duidelijk en consequent en zo gaan we doen? Ja, nou nu gaat dat wel goed. Ja. Maar dat heb ik in het verleden zeker niet gedaan. Dat zie ik ook wel. Ja. En het is ook lastig. Nee, ik herken ook met mijn eigen moeder, die was daar ook totaal niet goed in. Nee. En dat is ook, de strijd eigenlijk, dus zeg maar de oorlog tussen de ouder of de partner of het kind. Hè. Dus je moet grenzen stellen, weet je. Maar je houdt ook van diegene en dat gaat allemaal door elkaar heen. En dat is gewoon, dat blijft gewoon zo ingewikkeld. Ja. Ja, mijn zoon doet het nu wel, omdat ik wel heel duidelijk ben van... als je gebruikt bent, dan neem ik afstand. Ja, en, maar ben je nu echt, je hebt nu echt grenzen gesteld? Ja, maar ik heb nu wel, het is nu wel weer even lastig. Ja. Ik weet, nu zit ik weer een beetje te balanceren. Het is net dansen met het monster, hè? Ja, paar stappen maar, vooruit, paar stappen achteruit. Maar hij is dus een tijd clean geweest, toch teruggevallen? Ja, en toen, toen heb ik hem eruit. Want ik heb met hem de afspraak, als je bij mijn huis in gebruik gaat, ga je eruit. Ja. En dat kwam dus aan het licht, dat hij wel weer in gebruik was. Ja. Dus toen heb ik hem... Heb je wel die grens gezet van, oké, je bent nu in gebruik en dan ga je eruit. Ga je eruit, ja. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Wel met overbrugging, want ik heb hem niet... ik denk van, als moeder zijnde wil je wel weten waar die zit. Ja. Dus toen kon hij in Haarlem, bij maatschappelijke opvang. Ja. Ja. En daar heb ik hem toen naartoe gebracht. Ja. Moeilijk. Ja, wat was het moeilijk om naartoe te brengen? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en dan niet weten naar waar het eindigt. Ja, ja. Ja. Ah, dat weet je, dat is ook weer het ding van de ouders of de mensen eromheen. Je weet sowieso niet waar het eindigt. Niet, of ja, het eindigt allemaal een keer, maar of iemand in herstel komt. En ook als ze in herstel zijn, als het een paar jaar, is geen nul garantie. Nee. En die krijg je ook niet. Nee, maar het is wel raar dat je als moeder, dan zat ik bij mijn ene zoon zo van heel erg dat je daar grip op wil hebben. Ja. Terwijl mijn andere zoon misschien naar zijn werk toe rijdt en zichzelf hartstikke dood. Weet je, eigenlijk is het leven is natuurlijk sowieso al een beetje... Nou ja, maar dat is eigenlijk de angst die dan praat. Hè. Kijk, want over je andere zoon, die doet waarschijnlijk niet al deze dingen. Nee. Dus daar heb je die angst niet, die zorg niet. Maar bij degene waar dat wel zo is, dan... je probeert het met alle macht, Maar ja, goed, dat is natuurlijk wat ik altijd tegen ouders ook zeg. En maar ja, goed, jij zegt het veel beter. Je hebt geen controle. Nee. Er is geen controle. Zij moet het zelf doen. Ja. Dus je kan alleen maar een soort controle over jezelf uitoefenen. Klopt. Waar is nou mijn grens? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Ja. Waar trek ik? En dat is natuurlijk... En dus wel continu vraagstukken in jezelf. Dat blijft. Ja, dat... wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Ja, ja. Wat is handig? Wat is niet handig? Nou ja, dat blijft ook lastig. Ja. Hè? Maar goed, je hebt dan wel ervaring achter de rug. En en je zei net, we hebben even gesproken voordat je hier kwam natuurlijk, voordat we alles aanzetten. Ja. Want het gaat nu eigenlijk weer niet goed met hem. Of hoe nou, in zijn beleving gaat het wel goed. Ja. Ja. Vertel, want hij was clean en toen... Ja, op een gegeven moment... hij is natuurlijk naar die maatschappelijke opvang is hij heen gegaan. Ja. Toen had hij voor zichzelf weer van, ik stop ermee, ik ben er helemaal klaar mee. Ja. En en toen kwam wel een beetje de onrust van... ik zie het om me heen. Ja. En dat deurtje ging alweer langzamerhand open. Ja. En heeft hij voor zichzelf de keuze gemaakt om toch te gaan drinken en blowen, omdat hij zich
wat gelukkiger voelt en speed gebruikt. Maar daar is hij nu weer van teruggekomen. Ja. Of misschien inmiddels niet meer, dat weet ik niet. Maar daar ging hij niet helemaal goed op. Want hij zei, nee, dat lijkt me ook als je zijn geschiedenis hoort. Nee. En de rest natuurlijk ook niet. Maar hij zei eigenlijk van, en dat vind ik dan heel bijzonder, maar ja, bijzondere en een andere betekenis, dat hij zegt, ja, ik voelde me eigenlijk niet gelukkig in herstel, dus ik ben weer gaan blowen en drinken om me gelukkiger te voelen. Ja. Wat natuurlijk heel gek klinkt als je deze geschiedenis hebt die je vertelt. Want het heeft hem alleen maar ellende gebracht en alleen maar narigheid. En zeg maar een ticket to hell. En toch zegt hij van, hè, ik voel me niet gelukkig zonder. En dat is ook zoiets vreemd van verslaving. Dat heeft niet met intelligentie. Dan zou je zeggen, hè, ik bedoel, ik ben zelf ook van, als je nou terugkijkt, jongen, wat heb je nou allemaal? Het heeft je alleen maar ellende, verdriet en moeilijkheden gebracht. Ja. En toch zeg je, ja, maar ik voel me toch beter als ik dat doe. Ja. En het werkt natuurlijk heel korte termijn. Maar het lijkt net of ook, en ik ken dat, net of we de geschiedenis weer vergeten zijn. Nee, ik weet ook zelf dat dingen, en dan was ik helemaal stuk. En het bloed stond letterlijk in mijn schoenen van de bloedbladen van de kilometers lopen. Met zo'n cocaïne en een crackpijpje en weet ik veel het allemaal. En dan was ik echt naar de kloten. En er gebeurde nog allemaal andere ellende. En nou, maar als dat hersteld is, na een paar weken dacht ik, nou, we gaan weer eens een keer. Ja. Het is net of je dat gewoon vergeet, weet je. Dan denk je van, ja, een ezel stoot zich niet twee keer in hetzelfde steen. Maar iemand met een verslaving is gewoon, het is zo een hardleerse toestand. Ja. Ja, het is net of niet op lange termijn kunnen. Het is echt niet het moment. Nou ja, goed, en daarom. Maar wat ik ook wel een beetje, is hij wel naar de meetings 12 stappen en dat soort dingen? Nee, ja, dat had ik hem zo gegund. En ik zeg niet dat een gouden oplossing is. Ja. Maar dat alleen doen, niet delen, niet uitspreken. Daarom geloof ik, nou, wat jij doet, de moedige moeders. Ja. Maar dan is dat voor de fellows en mensen met een verslaving natuurlijk ook. Ja. Delen, met elkaar zijn in zo'n fellowship. Hè. Mijn gevleugelde uitspraak is, het gaat niet vanzelf goed, maar het gaat wel vanzelf fout. Ja. Dus je zal moeten in herstel moeten blijven daarvan. Ja, je moet hard werken. Hard werken, ja. En ik vergelijk het ook altijd wel, dat zei ik tegen hem ook wel, dat hij dan van, waarom ga je er niet heen? Ik zeg, een diabetes hebben ze insuline nodig. Ja. Mensen met hoge bloeddruk, en die slikken ook hun medicatie. Ja. Waarom? Ja. Dat is jouw medicatie. Ja. Maar dat gaat niet. Ja, hij doet het nog niet. Later. Nee. Hey, en hoe was dat voor jou? Want hij ging eigenlijk een tijd goed dat hij dan toch zegt, ja mam, ik heb toch besloten, ik ga weer blowen en drinken. Ja, ik vond dat heel verdrietig. Want ik merk wel, ik blijf uit de oplossingen nu. Ook uit het redden. Dus eigenlijk blijft er alleen verdriet over. Maar wat me wel verbaasde is, doordat hij met open gesprekken, want normaal ben je uit verbinding. Ja. En doordat hij open was, gewoon dat niks dat hij meer van hem hoeft, praat, blijft er wel een vorm van verbinding anders. Ja. 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 Dus de verbinding, de uitverbinding is niet alleen door drugsgebruik, maar het is ook door die dubbele agenda. Nou, wat ik dus heel duidelijk merkte. Ja, en hij woont niet meer bij jou? Nee. Nee, dat, nee hij is dat, nu is dat wel echt een grens voor jou? Ik hoop het van dat hij er niet in komt als hij gebruikt. Nee. Nee, nou ja, hij komt dan vanavond eten. Ja, maar goed, dat is wat anders. Ja, maar niet meer zoals niet eens. Wonen. Nee, zeker niet. Nee. Kan hij bij jou onder invloed gewoon verstand aan de deur komen? Nee, dat wil ik niet. Hij is toen wel bij mij aan de deur geweest, dat hij het toen vertelde. Ja. Begrijp ik. Dus dat, het is ook heel moeilijk, hè? Maar ik ben wel blij, omdat je, hè, als je het andersom doet, als je toch zegt van, nou ja, kom maar binnen, dan ben je gewoon, dan zeg je eigenlijk met andere woorden, nou ja, het is wel oké, we verwateren het maar zo. Ja. En dat is niet oké. Nee, en dan gaat, dat heb ik wel gemerkt, zo gauw die bij mij, dan gaat hij echt heel snel bergafwaarts. Ja. En dat is ook niet goed voor zijn eigen waarde. Nee, precies. Maar ook niet goed voor jou dus, als moeder. Nee. Maar het blijft duivels dilemma. Ik zie niks anders en ik hoor niks anders. We vinden het ook wel heel knap dat je zegt, ik blijf uit het redden. Ja. Dus van hem. Ja. En oplossingen, bedoel je dan oplossingen aandragen? Ja, en dat ook soort dat ik dingen wil. Of bijvoorbeeld, nou, ik weet dat hij nu niet zoveel geld heeft. Ja. Dat ik dan allemaal eten ga brengen of wat dan ook. Dat doe ik dus ook niet. Want ik weet ook waar het anders dan heen gaat. Ja, en er zijn natuurlijk ook ouders die zeggen, ja, maar dat doe je toch niet. Je laat je kind toch niet zonder eten zitten. En hoe kan je dat nou doen? Ja. En wat zeg jij dan? Ja. Ja, maar ik snap ook dat als je er nog niet aan toe bent. Ja. Je kan geen ouder verbieden. Ja. Nee. Ja.
Nee, maar goed. Weet je, het is, het is ofwel of het geld gaat daarheen of gaat aan eten. Nou, er is wel geld, maar het gaat niet op aan eten. Dus waarom zou jij het moeten kopen? En zolang je eigenlijk, en dat blijft natuurlijk super moeilijk mensen, maar zolang je blijft betalen, de boodschappen, de huur en dit, en hij gaat door met de verslaving, dan zeg je nog steeds van, dan moeten we maar zo laten. Ja. Je bent het aan het faciliteren. Ja. Ja, weet je, erover praten is één ding, maar het doen is echt wel iets anders. Ja, zeker. Hey, ik vind het echt heel mooi wat je vertelt, maar ook wel super fucking heftig, om het zo maar te zeggen. Ja. Het is wel heel, ik vind het heel knap dat je hier bent en ik ben echt, ik zeg nog even tegen iedereen, alle mensen die dit herkennen, die ermee te maken hebben, gaan naar een organisatie zoals Moedige Moeders, die zijn door heel Nederland? Of, ja. En je kan gewoon, is er een centrale website? Ja, er is een centrale site van Moedige Moeders, de landelijke. Ja. Weet je, ga eens praten, ga eens kijken wat je herkent en wat je daar kan halen. Want in je eentje achter de voordeur zitten, dat helpt niet. En maar zo doen helpt ook niet. Nee. Heb jij nog één, om af te sluiten, een tip voor een ouder of iemand die nu kijkt of luistert, dat je zegt van, ik zeg, delen is helen. Het helpt mij ook nog steeds om naar die groepen te gaan. Ook al leiden we ze zelf, maar het helpt ons ook. Het is gewoon over praten, niet zelf oplossen. Nee, je voelt je gewoon niet meer alleen. Het is het is niet meer eenzaam. Nee, en het is nog steeds niet opgelost. Nee. Maar jij bent hulp gaan zoeken voor jezelf. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. En mijn ouder mag er ook een leven naast hebben. Zo is het ook. Ja, super mooi, Monique. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen. Want het is toch echt wel letterlijk moedig om dat gewoon te vertellen. Ja. Weet je al, dus. Maar ik hoop dat heel veel mensen hier ook echt wat aan hebben. Dus ik dank je wel voor het delen. Super mooi. En ik wens natuurlijk, en ik weet zelf, het heeft voor mij 30 jaar geduurd, en ik hoop dat, gun ik hem natuurlijk helemaal niet, dat hij toch die weg vindt om zich wel te gaan openen. Want het kan altijd, er is altijd hoop. Ja. En dus nogmaals, dankjewel. En aan iedereen die kijkt en luistert, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Ik hoop jullie graag weer te zien voor een nieuwe aflevering. Alle hoop, kracht en liefde voor iedereen die kijkt en luistert. Dankjewel.